Met nog 2 dagen te gaan tot de 34e editie van de Zeven Heuvelenloop rijst vooral de vraag: hebben we zondag een nieuw wereldrecord? Joshua Cheptegei gaat zijn best doen om het record dat 7 jaar geleden ook op de Zeven Heuvelen gezet werd te verbreken. Daarvoor moet de Oegandees de 15 kilometer in minder dan 41 minuten en 13 seconden lopen. Zelf heeft hij er wel vertrouwen in. My preparation has been really so perfect and I've been feeling so strong in my training and I feel like I can do the same in and even more in the race. I feel I will really make it depending on the conditions. If the conditions are really nice, then I can go for it. I am really very confident. Ook aanwezig is de 25-jarige Callum Hawkins, een groot hardlooptalent uit Schotland. Op de lijst van beste Europese hardlopers ooit staat hij op nummer 6. De Zevenheuvelenloop gaat voor hem echter niet zomaar een eitje worden. It was going well, but I've picked up a slight hamstring injury. Niggle rather than injury, but hopefully it'll be gone by the weekend and I can go out and go for it. I've still got sort of 2 goals depending on how it feels on Sunday. So hopefully I can get as close to the sort of the British record and the European record, which is low 42. So that's my main aims. Fair is quite tough, but I mean the world record's here for a reason. It must be a quick course, and I've seen courses like that in the past where they've been slightly hilly but somehow are quick. I think the hills will sort of make you push it on and make you attack the race. De favoriet om de snelste Nederlander te worden is Khalid Choukout. 3 jaar geleden liep hij nog een sterke tijd op de Zevenheuvelenloop. Ja, ik heb een heel goede voorbereiding gehad. Een maand geweest in Marokko, supergoed kunnen trainen. Dus ik kijk echt naar uit zondag. Ik hoop stiekem. Een tijd die ik in 2014 heb gelopen, dat was 43-38 en daar wil ik heel graag onder.